welkom weer bij een nieuwe video. Als eerst wil ik jullie vragen, mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat hieronder even. Het is allemaal gratis en ik kom gewoon in je abonnementenlijst staan. En je kan ook het belletje aanklikken, zodat je ook nog een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video online zet. Zou ik echt super erg waarderen als jullie gewoon allemaal op die abonneerknop zouden drukken. En het is vandaag vrijdag en ik heb net een pakketje binnengekregen. Ik ga hem er even bij pakken. En dit is het pakketje dat ik heb binnengekregen, want het is mijn kerstdekbed. Ik ben hier echt super excited over. Ik ben echt al dagen, echt al nou, bijna wel weken bezig geweest op zoek naar een leuk kerstdekbed. Sommige waren echt super fout en dat ik echt zoiets had van, dat ga ik nooit gebruiken. Maar ik vond deze zo leuk, dus ik ga hem openmaken en dan ga ik hem zo meteen op mijn bed doen. Dit is het dekbed dat ik heb gekocht. En hij is rood met wit en met zwart. Zoals je hier misschien wel kan zien. En ja, ik ben echt super benieuwd hoe die gaat staan. Ik ben er echt super blij mee. Dus het gaat echt heel erg leuk worden. En ik ga hem er nu maar gewoon meteen opdoen. En zo ziet het dekbed eruit. Ik vind hem echt super leuk. Ik vind vooral dit rode stukje echt heel leuk. Nou ja, die matcht natuurlijk nu heel erg weer bij mijn trui. Ik vind het echt wel heel erg cute staan. Ik moet wel even meteen een minpuntje aan dit dekbed vertellen. Want hij pakt dus echt letterlijk alles aan. En mijn kamer is altijd super stoffig. En ik heb altijd heel veel last van haaruitval. Dus hij zit nu echt al helemaal onder allemaal pluisjes en dingetjes. Terwijl ik echt letterlijk gewoon er nog niks mee heb gedaan. Hij zit er denk ik 5 minuten op. Vandaag 4 december en dat betekent dat al mijn kerstkaartjes vandaag aankomen. Ik heb ze ook bij de internationale post laten bezorgen op 4 december. Het is natuurlijk hartstikke druk bij de post, dus waarschijnlijk komen ze een paar dagen later. Maar ik heb dus al een paar berichtjes gekregen dat mensen een kaartje hebben ontvangen. En dat vind ik gewoon super leuk om te doen, vooral in deze tijd gewoon even iets leuks in de post krijgt. Omdat je daardoor mensen blij kan maken met een leuk klein kerstkaartje. En dat vind ik dus echt super leuk om gewoon zoiets kleins te doen. En ik heb zelf ook een kerstkaartje gekregen net. Deze super mooie 3D kerstkaart met allemaal glitters erop. Die ga ik zo meteen mooi in de vensterbank zetten. Alles wordt uiteindelijk hier helemaal kerstig. Het is een paar uur later en ik heb inmiddels al gewerkt. Het is inmiddels 1:05. Dus ik ga lekker mijn bedje induiken. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei! The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.